Ben je klaar voor? Yes. Het was een soort examen. Ja. Oh, toen was ik het toch ineens kwijt. Let's go. Hi, leuk dat je weer kijkt. Hallo, leuk dat je kijkt. Vandaag hebben we weer een nieuwe video voor je klaar. Vorige week, als je deze video ziet, hebben wij een story geplaatst op Instagram waarin wij vroegen naar jullie vragen die je graag beantwoord wilt zien worden in de video. En vandaag gaan we die voor jullie beantwoorden. Zet jouw vragen nou niet bij, dan niet getreurd, want we hebben heel veel mogelijkheden om vragen te stellen. We hebben een chat en we hebben een forum en we zijn elke vrijdag live op Instagram, dus... Heb je naar aanleiding van deze video toch nog vragen of mis je iets, dan kan dat altijd nog. Pak er wat lekkers bij en veel kijkplezier. Wanneer is het tijd om afscheid te nemen van Proud to be Me? Er is natuurlijk niet een juiste moment. Of elk moment is juist. Dat bepaal jij natuurlijk. Ik denk dat dat voor iedereen verschillend kan zijn. Ik kan me ook voorstellen als je... hersteld ben dat je het misschien soms wel fijn vindt om af en toe voorbij te zien komen misschien. Maar ik heb voor mezelf, heb ik daar wel een grens in getrokken. Ik vond het zelf helpender om echt afscheid te nemen van die wereld. Dus om er echt uit te stappen en om mezelf niet meer continu te omringen met dingen over een eetstoornis. Dus dat vond ik voor mezelf heel prettig. Ik denk vooral dat het met dit soort dingen bij elke account dat je volgt, is het denk ik een soort afweging in levert het je meer op dan dat het je kost. Levert het je genoeg input, motivatie of inspiratie op? Of houdt het je op een bepaalde plek? En dat is natuurlijk een lastige balans, want dat kan ook wel verweven zijn met elkaar, denk ik. Ik denk dat uiteindelijk jij degene bent die, die bepaalt wanneer dat moment zover is. Als je voor jezelf merkt, ik heb er niet meer zoveel aan, of ik denk dat ik het zelf wel kan, of ik kijk er wat minder. Dat je dan vanzelf wel natuurlijk richting zo'n moment gaat. Als je merkt dat dit je beperkt of een beetje terughoudt, dan is het bij Proud, maar ook elke andere plek, tijd om eens verder te gaan of iets los te laten. En ook dat hoeft geen eindstukje om te zijn. Je kan altijd weer terugkomen als je merkt dat je weer iets wil of iets nodig hebt. Dat kan misschien ook helpen om een bepaalde keuze te maken. Dat is gewoon voor nu, niet voor altijd of zo, want dat weet je allemaal helemaal niet. Hoe ga je om met sommige gedachten over de toekomst? Ja, dat is een goede vraag. Ik moet zeggen, ik heb het de laatste tijd begin ik daar wel meer over na te denken. Dat ik me gewoon niet zozeer somber, maar wel echt een beetje zorgen begin te maken soms. Ja, dat is natuurlijk wel soms gewoon de realiteit. Ik heb dat ook wel eens. Zeker nu. Ik ben heel erg geneigd om het te gaan vergelijken met anderen. En dat kan mij een beetje somber maken daarin. En ik vind het dan prettig om echt bij mezelf te blijven, maar kijk, ieder leven is zo anders en de manier hoe je je daarin voortbeweegt en de stappen die je daarin zet, die kun je gewoon niet vergelijken. En dat helpt mij wel heel erg, dat alles komt wel op wanneer het komt en alles heeft een eigen tempo erin. Ik probeer me altijd heel erg bewust te zijn om niet, dat is lastig, dat is nog steeds een oefening, niet dubbel zorgen te hebben. Dus als ik nu me heel erg druk maken over scenario's die misschien zouden kunnen gaan plaatsvinden in de toekomst, heb ik er nu last van. En als het toch gebeurt, dan moet ik er dan toch nog iets mee. Maar gebeurt het niet, heb ik me alvast zorgen gemaakt. Gebeurt het wel, heb ik me twee keer zorgen gemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen dat het gewoon best wel als iets veel te zwaar kan voelen. Wat ik dan zou doen is om te kijken wat maakt mij zo somber. En wat is er op het moment dat nog wel energie geeft of licht geeft. En misschien daar wat meer de focus. Dat helpt mij om te focussen op waar heb ik nu controle op. Er zijn ook heel veel dingen waar je geen controle over hebt, die je misschien heel angstig en somber kunnen maken. Maar er zijn ook altijd dingen waar je wel controle over hebt. Op hoe je vandaag eet, op hoe je vandaag voor jezelf zorgt. Of je genoeg mensen spreekt vandaag om afleidingen mee te zoeken. Dat zijn dingen waar je misschien wel controle over hebt en die vandaag misschien al meer verschil kunnen maken dan je denkt. Hoe wij omgaan met frustratie? Ik denk dat dat heel erg afhangt van het moment en de aard van de frustratie. Nou, soms gewoon een potje flink gefrustreerd zijn. Als het echt iets kleins is, dan kan ik bij mezelf ook wel denken, is dit iets wat heel belangrijk is?
iemand die het ooit een keer gezegd, ik heb het ooit gelezen, als het iets is waar je voor 5 jaar niet meer aan denkt, of je het dan vergeten bent, is het dan nu het waard om daar nu druk over te maken? Dus dat helpt mij soms om daar op die manier naar te kijken. Nou, frustratie moet er vaak gewoon uit. Dus dat is of eventjes een beetje schelden of een beetje huilen. Of verkondigen hoe stom alles is. En dat lukt wel op, vaak. Als het echt iets is wat dieper gaat, wat meer een soort, ja, misschien een soort overtuiging van mij raakt, dan hoe moeilijk ik het ook vind, probeer ik het wel altijd op bespreekbaar te maken met iemand. En het liefst iemand die een soort van in zo'n situatie zit waar ik dan ook in zit. Het kan best wel een intense emotie zijn of een hele intense emotie achter zitten. Dus zorg maar dat dat er even uitgaat, zou ik zeggen. En dan vaak kan je daarna wel weer veel helderder nadenken. Ik denk echt eerlijk zijn naar jezelf erin van hoe komt het dat dit mij zo raakt en wat zegt dit over mij en de situatie die zich nu aandient en wat heb ik nodig om daar weer uit te raken. Vind je het niet ongemakkelijk om te snacken wanneer niemand anders iets neemt? Nou nee, niet meer. Nu ben ik me daar eigenlijk niet meer bewust van. Nee, als ik iets wil eten, of dat nou snacken is of iets anders, dan eet ik dat gewoon. Het is zo gek dat je ervoor ligt te focussen op eten en op dat jij aan het eten bent. Vooral iedereen mag eten behalve jij. Ik denk ook dat, dat het iets is wat uiteindelijk gewoon veel minder sterk wordt. Dat als je geen eetstoornis meer hebt of je gaat inderdaad, je zet stappen in je herstel. Dat dit dan iets is wat veel minder de hoofdrol krijgt als je aan het eten bent. Dat je daar veel minder mee bezig bent. Dat oordeel gaat eraf van het feit dat je eet. Dus, en zolang er geen oordeel meer aan zit, kan het niet ongemakkelijk zijn. Want dan eet je gewoon. Punt. Hoe gaan jullie als ervaringsdeskundige om met destructief gedrag van een ander? Eigenlijk doet de ervaringsdeskundige er niet eens heel erg toe. Hoe ga je gewoon als mens om met destructief gedrag dat je bij een ander ziet? Ik denk dat het ook wel uitmaakt of het een soort real-life situatie is of dat het online is. Want ik weet ook wel, als het zeg maar in mijn directe omgeving gebeurt, dan ben je er sowieso emotioneel bij betrokken en merk ik dat ik er toch wel anders op reageer. Maar ik probeer het wel altijd uit te spreken en te, ja, een soort van, niet zozeer te vertellen wat het met mij doet, maar wel om, als ik bepaalde dingen herken, of dat ik dat wel probeer aan te kaarten, omdat ik dan gewoon benieuwd ben waar het vandaan komt. Natuurlijk is dat niet leuk om te zien en is dat soms lastig en confronterend, maar het is eigenlijk nog veel meer vaak herkenbaar. En doordat het zo herkenbaar is en je weet dat het jou ook is overkomen en je weet dat je eruit kan komen en je weet dat het beter kan gaan, helpt die ervaring helpt mij wel om me er minder zorg over te maken. Als je dus vraagt, hoe ga jij daarmee om? Er proberen te zijn, ruimte creëren zodat iemand kan en durft te praten. Vraagt iemand om advies of om hulp, dan geef ik dat heel graag. Ik weet ook van mezelf dat ik daar niet altijd op zat te wachten. Dat het gewoon fijn is als iemand je snapt en als iemand het niet voor je op wil lossen. Want die verwachting is er ook helemaal niet. Ik had die verwachting niet dat iemand het voor mij ging oplossen. En dat helpt mij nu heel erg om niet de verantwoordelijkheid te voelen dat dat moet. Ik denk verder, als het aankomt op praten met mij, destructief gedrag, ja, kan me nog vaak tegen natuurlijk. Het is zo lastig omdat je het ook herkent. Je kunt het tot op zekere hoogte ook gewoon nog wel begrijpen. En dat maakt het soms ook zo lastig. Maar ik denk ook dat je daardoor wel hopelijk makkelijker iemand eruit kan halen. Of een soort gezonde weerstand kunt bieden. Of inderdaad tegengeluid dat je kunt aangeven van, het is niet gezond wat je doet en ook al begrijp ik het. Er zijn hopelijk ook andere manieren waar je, ja, iets mee kunt. Hoe kun je mensen uitleggen hoe het is om een eetstoornis te hebben? Ja, dat is heel moeilijk en ik denk ook dat dat soms niet altijd in woorden vatbaar is. Omdat het iets is wat in ieder geval in mijn geval overal een soort van in verweven zat op een gegeven moment. Dat ik het ook heel moeilijk vond om te pinpointen wat de eetstoornis was bijvoorbeeld. Dus ik vond het heel moeilijk ook om alleen dat stukje eetstoornis al te onderscheiden van mezelf. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat je dat niet fout kan doen. Het gaat erover hoe jij je voelt, waar jij nu mee zit. En het is denk ik fijn om te onthouden dat je... Het is niet jouw verantwoordelijkheid dat iedereen jou begrijpt. Het is natuurlijk wel een psychische stoornis, dus het zou ook gek zijn als
gezonde mensen zonder eetstoornis dat helemaal zouden kunnen begrijpen, geen uitleg nodig hebben. Maar dat het dus niet aan jouw uitleg ligt. En ik weet ook wel hoe moeilijk ik het vond om daar openheid in te geven. Ook omdat ik het heel zelf niet echt als een probleem zag natuurlijk. Dus dan modder je wat aan en dat gaat dan ook niet zo goed. En je weet wel dat er iets niet goed is, maar je kan ook niet echt grip krijgen op wat dat dan is. Ja, misschien ben je wel eens iets tegengekomen waarvan je denkt, ja, dat bedoel ik, zo voel ik me. Geef dat aan de mensen om je heen of aan de persoon die jij wil uitleggen hoe het zit. En daarom heb ik een tijd geleden ook ik heb een eetstoornisbrief geschreven. Dat is eigenlijk een soort brief die ik had willen schrijven naar mijn familie destijds, maar het niet kon. Omdat ik gewoon durfde het niet. Ik kon ook niet echt in woorden brengen wat ik voelde en wat ik misschien wel van hen verwachtte. Dus als je een soort aanknopingspunt zoekt of misschien een soort beginnetje voor jezelf, dan kun je daar eens naar kijken. Je kan het ook gewoon doorsturen natuurlijk naar anderen. En misschien dat zoiets ook al een gespreksopening kan zijn. En ik weet dat Daphne heeft een hele mooie video gemaakt over is een eetstoornis. En het is niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk, maar ik denk wel dat je er misschien iets van herkenning uit kan halen. En dat het inderdaad een soort opening kan zijn naar een gesprek toe. Toch misschien als iets heel definitiefs wat je in één keer goed moet kunnen zeggen. Omdat het om zoiets groots gaat en zoiets belangrijks en je kan vaak niet terug, je hebt het gezegd of niet. Maar je kan er natuurlijk altijd op terugkomen. Je kan altijd zeggen dat je er nog iets over kwijt wil of graag nog iets wil uitleggen. En zodra je er iets over hebt gezegd, is ook vaak het moment voor anderen om te vragen en dat helpt soms ook om te praten. En weet ook dat je dat er gewoon blogs zijn voor omstanders, dus dat je ook die misschien nog kan doorsturen, dat je omgeving daar ook wat meer van kan lezen als ze dat willen. En ik denk ook heel belangrijk, wat Daphne ook al zei, het is niet iets waar een soort van regels aan zitten of zo. Je moet niet ergens aan voldoen. Het gaat meer over het moment waarop jij hebt besloten, ik wil het niet meer alleen dragen en ik wil openheid geven. En ik denk dat als je die stap hebt gezet, dat dat al heel belangrijk is. En dat de manier hoe dat uiteindelijk loopt, dat hopelijk gewoon vanzelf een beetje vorm mag krijgen naarmate je die stap al hebt gezet.